Toen ik zat even door Mozilla door de site heen te klikken van wat Mozilla nou allemaal doet. Mm-hmm. En ze hadden een mooi experiment op het gebied van privacy. Om te kijken van wat voor informatie er van jou nou naar andere partijen gaan als je over het web surft. Ja. Dus die houdt bij wie de cookies zetten en allemaal dat soort dingen. Dat is een plugin voor met zo'n allemaal balletjes die allemaal balletjes. Ja. Collusion heet die. Collusion, ja. Enorm veel. Dat is echt niet normaal gewoon. Na 2 dagen browsen stopt eigenlijk die plugin al. Die kan het niet meer aan. Ja. Zoveel. Nee, want je wordt overal gelinkt en er zijn heel veel, vooral ook mate tools en CDN's, hoe heet het, Content Delivery Networks, daar zijn er heel veel van. En alle social plugins natuurlijk. Ja. Maar kwamen daar nog, was daar nog iets interessants uit te halen, zeg maar, iets waar je niet had verwacht? Ik blok heel veel, mm-hmm. bijna alles. Ja. En wat interessant was dat er nog steeds enorme connecties gelegd worden. Dus bijvoorbeeld, jQuery wordt vaak gehost op een CDN van Google. Oh ja, daar hosten ze hun project, toch? Ik blokkeer alle advertenties en alle... alle mate-tools en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen blokkeer ik van Google allemaal. Ja. Maar toch weten ze heel erg veel. Doordat ze, dus allemaal veel voorkomende scripts. Toch weten ze me te volgen. En ze hebben bijvoorbeeld dingen als webfonts hosten ze ook. Ja, dat zijn ook weer dingen die... Dus dat soort libraries en fonts, dat zijn de nieuwe cookies en banner ads. Het is een manier om toch nog mensen te kunnen volgen. Oh, wat nasty. Ja, hè? Maar en daar hebben ze dan weer geen goedkeurknopje voor van cookies want, kijk, en dat soort dingen. Als je die niet toestaat, is de website stuk. Ja, ja. Je zegt, ik wil geen jQuery, ja, succes. Dan zal de site het niet doen. Nee, inderdaad. Heel veel websites, dat was vroeger met Twitter, toch? Dat als je de jQuery niet laadde, dan zag je gewoon niks. Ja. Was gewoon lege pagina. Ja, dan kwam er helemaal niks. Hier komt straks je stream, misschien. Ja. Oh, Twitter zat zo slecht in elkaar. Ja. Oh, en dat werd echt gezien als door heel veel mensen. Oh, wauw, dit is fantastisch. Het was zo slecht. Het was allemaal dynamisch. Wat tof. Op alle punten was het slecht. Ja. Ik ben trouwens nog wel een stukje feedback vergeten. Ja. Want we hebben gisteren is het 25 live gegaan. En ik kwam op mijn werk. En ik werd gelijk vuig aangekeken door een van onze analytics experts. Ja. En dat was sowieso...